Nee, Lisa, in Heershuis, wat de klas zelf heeft geschreven. Ten eerste wil ik jullie even een paar hoofdrolspelers voorstellen voordat we gaan beginnen. Ten eerste de vertellers. Zij zullen door dit verhaal heen kennen. Verder Pershuis, de jongen om wie het allemaal draait in dit toneelstuk. Zijn moeder, Danai. Zijn grootvader, Acrisius. En vader van Danai. Koning Polydectes. En tenslotte de twee goden die Perseus zullen helpen tijdens zijn reis. Hermes en Pallas Athene. Wij wensen jullie een goed spel. Wie moet er nou koning worden na mijn dood? Wie zal mij dan opvolgen? Ik heb alleen maar een dochter van 18 jaar en geen zoon. Ik zal naar de tempel gaan en de goden om raad vragen. Zal mijn vrouw ooit nog een zoon krijgen? Ik zal het aan de koning vragen, koning Acrisius. Het orakel heeft gesproken. Je zult geen zoon krijgen. En als er ooit een kleinzoon geboren wordt, dan zal dat je dood zijn. Er is maar één manier om ervoor te zorgen dat die kleinzoon er nooit komt. En dat is door Danai op te sluiten in de toren. Sluit Danai op in de toren. Wat is dit? De oppergod Zeus was al een tijdje verliefd op Danai en nu zag hij zijn kans schoon. Hij veranderde zich in een gouden wolk en glipte door het openstaande raam naar binnen. Yes. 9 maanden later. Wat hoor ik daar een baby huilen? En het komt van bovenuit de toren. Er is dus toch een kleinzoon geboren. Hoe kan ik ooit mijn eigen dochter en haar kind doden? Wacht, ik heb een idee. Heb je nog een stevige kist groot genoeg om er een mens in te stoppen? Ja, koning Acrisius. Mooi zo, die weet ik wel. Maar het was nog niet. Na enkele dagen voelde het aan op het strandje van het aardappel.
zoontje van Danai, groeide op tot een stevige, gezonde jonge man. Die dol was op avontuur, feesten en vrolijkheid. Iedereen op het eiland was dol op hem, behalve koning Polydectes. Elke keer als Danai ten huwelijk vraagt, zegt ze nee. Dat komt vast door die zoon Perseus, wie ze alles doet. Dat kereltje was zijn moeder natuurlijk niet kwijt. Oh, ik wou maar dat hij op de bodem van de zee lag. Bij mij, wil je met me trouwen? Nee, Polydectes, ik wil niet met je trouwen. Voel niks voor je, snap dat dan. Ik moet een list bedenken om van die Perseus af te komen. Bode! Nodig alle grote grondbezitters van het eiland uit. En vraag op Perseus, die vissersjongen, om te komen. De koning nodigt jullie uit om op zijn feest te komen. Hij wil jullie iets belangrijks vertellen. Gezonde jonge man, die dol was op avontuur, feesten en vrolijkheid. Iedereen op het eiland was dol op hem, behalve koning Polydectes. Elke keer als Danai ten huwelijk vraagt, zegt ze nee. Dat komt vast door die zoon Perseus, wie ze alles doet. Dat kereltje was zijn moeder natuurlijk niet kwijt. Oh, ik wou maar dat hij op de bodem van de zee lag. Bij mij, wil je met me trouwen? Nee, Polydectes, ik wil niet met je trouwen. Ik voel niks voor je, snap dat dan. Ik moet een list bedenken om van die Perseus af te komen. Bode! Nodig alle grote grondbezitters van het eiland uit en vraag op Perseus, die vissersjongen, om aan te komen. De koning nodigt jullie uit om op zijn feest te komen. Hij wil jullie iets belangrijks vertellen. Koning het over Medusa te beloven. Ik
kan die Medusa niet uitstaan. Ik denk dat iemand uit de wesselruimte staat me wel aan. Wacht, ik zal de jonge Perseus helpen. Kijk Perseus, hier zie je een beeld van een gevangene. En deze hier moet je hebben. Oh, wat verschrikkelijk. Voor mij krijgt dit schild, dat blinkt als een spiegel. Hier, en dit zwaard krijg je van mij. Bedankt. Als ik nog een aan hermes aan mijn kant heb, verandert de zaak. Ik voel me nu vrij goed moe. Het wordt tijd dat ik vertrek. Ho, ho. Waar is dit nodig? Ken je het nodig blijven? Zij weten waar de zenuwen zijn. Die hebben deel kunnen geven. De drie oude wijven woonden in een afgelegen grot. Drie lelijke heksen waren het. Elk met een bos grijze haren en een enorme haakneus. Maar gek genoeg beschikten ze met z'n drieën slechts over één oog dat ze ombeurt gebruikte. De drie oude wijven woonden in een afgelegen grot. Drie lelijke heksen waren het. Elk met een bos grijze haren en een enorme haakneus. Maar gek genoeg beschikten ze met z'n drieën slechts over één oog dat ze ombeurt gebruikte. Ja, wij zijn bepaald met lievertjes, zoals we nu bezig zien. En voor geen met ogen zijn, dan ren, pak ik zelf, smerig, normal. Ik eer, oud brak. Zoeken jullie dit soms? Nee, niet gooien. Ik heb het. Vertel me waar ik de zenuw kan vinden en jullie krijgen jullie oog terug. Ga naar de zee bij de rode rot, naar het zuiden. Daar zouden de drie zenuwen vinden. Zeenimfen, toon jezelf aan. Ik ben Perseus, een zoon van Zeus. Ik ben op weg om het hoofd van Medusa te halen. Athena en Hermes hebben mij reeds geholpen en me aangeraden om naar jullie te gaan en om jullie gunsten te vragen. Hier is een held die een zichtbaar magische terrein opzet. We kunnen ze niet zien. Voor mij krijgen deze soldaten met vleugels. Je kunt hem even vliegen. Het is een handig boven de oceaan. Hier, voor mij krijgt de tas waar het hoofd van Medusa in te stoppen, zodat het niet versteend wordt. Wij wensen je veel succes toe. Een goede reis, het gaat je goed. Sandalen met vleugels, dat is nog eens een cadeau. Perseus maakt een lange reis en vond eindelijk het land dat hij zocht. Wat zijn dat allemaal? Die stenen mensen, die hebben vast en zeker het hoofd van Medusa gezien. Van nu af aan oppas geblazen. Kijk, daar, tegen die rotswand. Daar liggen ze. Dat zijn dus de Gorgonen. Hey, onze zusterboot! Laten we naar Mona gaan zoeken! Kom, laat het terug aan de moordenaar stoppen we weg. Ja.
achter de rug. Ik heb een echte heldendaad verricht. Polydectus zal wel opkijken voor wat ik gedaan heb. Voordat ik terug ga, wil ik eerst nog een stukje van de wereld zien. Nu kan het nog. Het duurde niet lang of hij bereikte de noordkust van Afrika. Het landschap onder hem was droog en onherbergzaam. Maar omdat hij kon vliegen, had hij geen last van de doorns en distels die er stonden. Tegen de avond was het gedaan met het mooie weer. Plotseling werd hij omringd door pikzwarte wolken, waaruit de regen in stromen naar beneden viel. Stormvlagen smeten hem alle kanten op en als de wind hem de adem niet had afgesneden, zou hij gegild hebben van angst. Gelukkig, daar is een huis. Daar wil ik zijn. Daar wil ik wel overnachten. Ik zet mijn helm niet meer af. Ik hoef nu toch niet meer onzichtbaar te zijn. Wie is daar? En hoe kom jij hier? Gewoon, liggend. Kan ik hier misschien die dag niet slapen? Maak dat je wegkomt!